We hebben geen moeilijk verhaal. Gewoon aardappel, snijden, bakken, that's it. Zo simpel is dat. Wij zijn Sebastiaan en Joost Hoes en wij gaan iedereen aan de verse friet helpen. Het idee is ontstaan toen mijn jongere broer werd gevraagd om op een modebeurs een frietje te bakken vanuit een bus. En toen hij dat had gedaan, dan kreeg hij zoveel mooie reacties op dat hij een winkeltje wilde beginnen. En in datzelfde jaar heb ik een foodtruck gekocht. En zijn we op festivals friet gaan verkopen. En inmiddels zijn we 7 frietwagens verder, hebben we een professionele productielijn en leveren we aan zo'n 200 restaurants. We kiezen gewoon de beste aardappel van het moment uit. En die komt de ene keer bij de ene boer vandaan, de andere keer bij de andere boer vandaan. Er zit zoveel kennis in die boer. Man, die weet zoveel over die aardappel. Over de inhoud van de aardappel. Zijn de zetmelen goed verdeeld? Welke friet geschikt zijn? Welke rassen er aankomen? En van zijn passie worden wij altijd weer enthousiast. Want als die man al zoveel passie heeft voor die ene aardappel en wij kunnen daar nog allerlei dingen mee doen, dan dat kan alleen maar meer worden. Ja, de fabriek is een gevolg op een klein keukentje waar we ooit met 2 frituurtjes zijn begonnen. En dat is helemaal ons eigen idee geweest. Niemand had het op deze manier ooit nog gedaan. En dat maakt zo'n fabriekje echt een eigen fabriekje waar veel friet uitkomt. En veel lekkere friet. Ja, dan word ik altijd wel een beetje trots, ja. Ik hoop dat iedereen geïnspireerd raakt om zelf friet te gaan maken. Dus naar de supermarkt rennen om een aardappeltje te halen. Je kan het zelf snijden, je kan het zelf voorbakken. Dat kan allemaal thuis. We willen heel graag dat mensen het gaan zien als een serieus bijgerecht. Wat past bij dat supermooie hoofdgerecht wat je hebt gemaakt. En dat echt verse friet zoals wij die maken de standaard gaat worden in Nederland. Dat is de missie. Dan kunnen we eindelijk slapen.